Zometeen in DBC Nieuws voor woensdag 9 mei. Terugblik op dodenherdenking. 10 dagen feest op de Angela School. Boer zoekt band. En antwoord op de vraag waarom het CDA wegbleef van een besloten bijeenkomst. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De Bokstelse CDA-fractie bleef gisteravond uit protest weg van de besloten bijeenkomst waar het nieuwe beleidsprogramma werd besproken. Fractievoorzitter Helene van As gaf per brief aan dat onderdelen uit dit document te ver van de werkelijkheid staan. De overige partijen vergaderden ondertussen echter gewoon door, achter gesloten deuren. DBC wilde hier echter meer over weten en ging op onderzoek uit. Wij gaan niet naar de besloten bijeenkomst, juist omdat die besloten is. We willen dat graag in de openbaarheid doen. Die kans krijgen we natuurlijk, dat is een paar weekjes later. Daar zullen we natuurlijk onze punten duidelijk naar voren brengen. Dus eigenlijk besloten. Ze willen een brede coalitieprogramma. Als wij nu een klein puntje inbrengen, dan zijn wij deel van het brede coalitieprogramma. En dat willen wij niet. Nou, Balans heeft niet heel duidelijk besloten om wel te gaan. Wij hebben die twijfel ook gehad. Dus ik begrijp de reactie van het CDA enigszins. Wij hebben de afweging gemaakt om wel te gaan. Maar op voorhand zou ik graag willen zeggen dat wij geen voorstander zijn van besloten bijeenkomsten. Waarom niet? Burgers hebben de kans niet om aanwezig te zijn en om hun input te geven. Hè? Dat hebben ze in feite nu helemaal niet. Dus daarmee neem je de burger niet serieus. Ja, het is natuurlijk altijd jammer dat één partij een beeldvormende vergadering overslaat. Het is eigenlijk wel wat vreemd, omdat wij een beeldvormende vergadering zoals we die vanavond hebben eigenlijk ieder jaar doen in de aanloop naar de begroting. Nou, dit jaar is dat proces anders, omdat wij februari was de verkiezingstijd. Dus toen hebben we die beeldvorming eigenlijk overgeslagen. En hebben we ervoor gekozen om de beeldvorming nu te doen. Alleen iets meer geregeld in de zin dat wij vanavond het beleidsprogramma 2018-2022 willen bespreken. Ja, het was een avond met een wat stroef begin. De oppositiepartij Balans die koos ervoor om, die hadden wat een andere mening over de inhoud van de avond. Die meenden dat wij zouden beginnen met onder andere een toelichting over het contourplan. Dan hebben we gezegd van nou, het is geen toelichting, het is juist de zaak vanavond om met elkaar in gesprek te gaan over het programma wat er ligt. En van daaruit te kijken of wij hebben de zaken over het hoofd gezien. Willen jullie nog zaken inbrengen? Ja, daarin verschilden ze van mening. En toen zijn ze helaas zijn de auto gestapt. En dat was jammer, natuurlijk. Ja, de avond zelf was, ik vond hem heel geanimeerd. Met alle partijen overigens. Enige minpuntje was, ja, het is het vergaatje van de muggen, dus we zijn allemaal redelijk lek gestoken. Maar de gesprekken met alle partijen, onder andere VVD en PvdA en GroenLinks, waren eigenlijk heel open. We konden goed informatie geven, er werden vragen gesteld, dus ze konden input leveren aan ons. We hebben alles genoteerd en we zullen dadelijk ook alles meenemen in het beleidsprogramma wat we straks begin juni aan de Raad willen voorleggen. De bijeenkomst is helaas, ondanks het nare begin, heel prettig verlopen. Wij hebben ons als VVD ook geroepen gevoeld om onze standpunten hier luid en duidelijk in te brengen en hopen dat die ook in het programma voor het overgrote deel terug te vinden zijn. VVD heeft wel aan deze bijeenkomst deelgenomen omdat wij vinden dat dit de enige mogelijkheid is, de beste mogelijkheid om in goed overleg onze punten in te brengen. En wij zijn dat aan onze kiezers verplicht. Zijn jullie daarmee nu ook gedoogpartij geworden? Absoluut niet. VVD vaart hun eigen koers, zal ook altijd onze eigen standpunten blijven verdedigen. Maar jullie zijn afgelopen periode gedoogpartij geweest. Dat gaat nu dus veranderen? VVD gaat nu echt eigen koers varen. Wat ga je doen als je weinig terug kunt vinden of niets terug kunt vinden in het nieuwe beleidsplan van de nieuwe coalitie? Dan zal dat in de komende 4 jaar duidelijk worden. Dan zal dat per onderwerp behandeld worden. En dan zal VVD duidelijk maken wat wij ervan vinden en hoe onze standpunten zijn. Maar altijd met respect en in goed overleg.
Het is feest op de Angela School. De leerlingen en leraren vieren dat de basisschool 110 jaar bestaat en dat doen ze 10 dagen lang. Tijdens de feestdagen krijgen de kinderen elke dag een verrassing voorgeschoteld. Iedere klas heeft daarvoor een speciale agenda waar de activiteiten op staan. Dat varieert van een broodje knakworst tijdens de lunch tot een muziekquiz. Als klap op de vuurpijl mag de hele school naar de Efteling. De aftrap van de feestelijkheden werd maandag gegeven op het schoolplein. Leraren en enkele kinderen dansten op muziek door de jaren heen. Met een knipoog naar de oprichters van de Angela School dansten de nonnen op het nummer I Will Follow Him uit de film Sister Act. Maar ook liedjes van Grease, ABBA en een breakdance act kwamen voorbij. De opening werd afgesloten met een polonaise. En de leraren hadden er nog een flinke kluif aan om de kinderen na afloop terug in de klas te krijgen. Nederland herdacht vrijdag de slachtoffers uit de oorlog. Ook Bokstel stond hierbij stil. DBC Nieuws bracht deze belangrijke dag in beeld. De klok van de Sint-Petrusbasiliek klinkt plechtig wanneer de herdenkingsdienst is afgelopen. In stilte lopen alle bezoekers van de mis van de kerk naar het Indiëmonument op de Koppel. Onder toeziend oog van een erewacht, gevormd door scouts uit Bokstel, legden zowel burgemeester Mark Buys als de stichting Veteranen Bokstel een krans. Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris brachten een vendelgroet. Vanaf de koppel ging de tocht naar het Heilig Hartkerkhof. Daar werden alle oorlogsslachtoffers en de in Bokstel omgekomen RRF-piloten herdacht met 2 minuten stilte. Mag ik u vragen 2 minuten in stilte in acht te nemen? Burgemeester Buys legde ook op de begraafplaats een krans. Tevens sprak hij de hoop uit dat oorlogsverzet nooit meer nodig zal zijn. Toch blijven we herdenken, opdat wij niet vergeten. De line-up van muziekfestival Boer Zoekt Band bleek erg afwisselend. Zo konden bezoekers niet alleen genieten van de zoetgevoiste stem van Fenne van Wuiswinkel, maar ook van rockklassiekers die de Nailbiters en Premium ten gehore brachten. Het kleinschalige Bokstelse evenement in en rondom Café Den Boer bleef dit weekend de drukste editie in haar 11-jarig bestaan. Juist dat kleinschalige is volgens de organisatie de charme van het festival. Zowel op zaterdagavond als zondag kwamen veel mensen luisteren naar de muziek. De zon zorgde voor extra sfeer rond het buitenpodium en de bezoekers ontvingen de bands met open armen. Het evenement Boer Zoekt Band maakte waar wat de organisatie voor ogen had. Veel lekkere rockcovers op zaterdag en fijn eigen werk op zondag. En dat is een ambiance waar muziek en luisteren centraal stonden. Muziek was ook de hoofdmoot tijdens Op Drift in S. Het evenement stond dit jaar in het teken van de opening van het haventje. Onder de noemer In Veilige Haven waren er 2 dagen activiteiten op en rondom de Essenstroom. Op 4 mei was er een ingetogen bijeenkomst voor dodenherdenking. Daar werd tevens de gedenkplek die een plaats heeft gekregen bij het haventje ingewijd. Een dag later, op 5 mei, volgde een sfeervolle en muzikale avond. Alles vond daarbij plaats op en rond het drijvende podium. Honderden bezoekers volgden alles vanaf de hooibalen langs de kant van het water of op zelf meegebrachte stoeltjes. DBC Nieuws bracht een bezoek, maar bleef samen met de beste stuurlui aan wal staan. Met de overhandiging van de sleutel van watergraaf Peter Glas aan de Harense loco-burgemeester Carine Blom werd het haventje in S officieel in gebruik genomen. Een open haven, het is allemaal symboliek.
Het schijnt niet eens een echte sleutel te zijn, maar toch, van harte gefeliciteerd. Hierna volgden enkele muzikale optredens. President, wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel, hallo die verre kusten, waar die jongens zitten eenzaam. Search for a way. S'avonds bleef het nog lang onrustig op en rondom het water van de Essenstroom. Tja, we blijven nog even nattigheid voelen, want zondag organiseerde waterschap De Dommel de Waterdag in Bokstel. De open dag trok veel bezoekers die alles wilden weten over de zuivering van rioolwater in Bokstel. De vrijwilligers van DBC Nieuws voelden aan hun water dat zij hier een kijkje moesten nemen. Het waterschap liet zondag zien wat het allemaal in huis heeft. Kraampjes vol informatie, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de waterzuiveringsinstallatie trokken honderden bezoekers. Ja. Grondwater heet dat. Zolang de tijd, zolang het water erover doet, omdat het grond het doet, komt er alleen niet. Rond het waterschapshuis aan de Bossenweg was een minimarkt ingericht waar men alles te weten kwam over de flora en fauna rond het water. Werkgroep Operatie Steenbreek was aanwezig om iedereen te enthousiasmeren om de tuinen weer groener te maken. Zo dragen we bij aan natuurbehoud en kan het regenwater sneller afgevoerd worden. Wie even wat rustiger aan wilde doen, bleef staan aan de waterkant en luisterde naar muziek. Nu staan wij hier. Per bootje of per bus werden nieuwsgierigen naar de andere kant van de Dommel gebracht. Daar kregen ze alles te horen over de werking van de rioolwaterzuivering. Zo blijken billendoekjes een grote veroorzaker van verstoppingen te zijn, omdat deze niet oplossen in het water. En de zand is dus uit het water gehaald. Dat gaat naar Waalwijk toe, wordt helemaal schoongewassen en dan wordt het hergebruikt voor de wegenbouw. Hoe komt zand in het water, denk ik? Wat komt er vandaan? Is dat van handen wassen? Waterschap De Dommel haalt wekelijks 2800 kilo aan viezigheid op. Dat zijn niet alleen doekjes, maar ook snoepverpakkingen en onze ontlasting. Uiteindelijk zorgt het waterschap ervoor dat het water weer zuiver is en bruikbaar in ons dagelijks leven. Die kan de skin en die kan weer de bacteriën die wij te veel. Maar dit zijn ze. We horen op onze handen thuis, onder onze oksels. Ze zitten in onze mond, in onze maag en in onze darm. En daar zijn de soldaten van ons lichaam. Tja, dit was DBC Nieuws alweer voor deze week. En wilt u eens nog eens terugkijken? Dat kan. Kijk dan eens op Facebook of YouTube. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.